allemaal en welkom bij een nieuwe video. Vandaag ben ik er weer eens bij gaan zitten voor de afwisseling. En ook een beetje een ander onderwerp, maar het sluit wel een beetje aan bij mijn hele opruim gebeuren van de afgelopen tijd. Ik zal de video's hierboven ook eventjes voorbij laten komen. Want dat ben ik natuurlijk aan het doen omdat wij een huis hebben gekocht. Wij gaan verhuizen en dat betekent ook dat we ons lieve huis gaan verkopen. Echt met pijn in mijn hart, want ik hou zo van dit huis. Ik vind het echt nog steeds. En ik zei het ook toen de fotograaf foto's kwam maken, zei ik ook tegen Sven. Oh, je houdt er weer zoveel meer van. Ook als je echt even door de ogen van de fotograaf ernaar kijkt. En ja, het is gewoon een super fijn huis. Er is helemaal niks mis met dit huis. Het huis is ook niet de reden dat we het huis verkopen. Nou, wel omdat we gewoon echt een tuin missen met twee kinderen. We hebben zelf nooit een tuin gemist. En als we hier met z'n twee zouden wonen, zou dit echt fantastisch zijn. Want je kunt gewoon wel buiten zitten. Maar we missen gewoon een plek waar ze gewoon lekker in de aarde kunnen zitten. In een badje en dat soort dingen. Ik bedoel, ze kunnen wel in bad zitten, maar niet buiten in een opblaasbadje. Dat soort dingen missen we gewoon. Dus daar gaan we heen. Maar dat betekent afscheid nemen van dit huis. En ik dacht ineens, het is wel leuk. Ik heb best wat video's zitten kijken over hoe je je huisverkoop klaarmaakt. Maar ik dacht, dat zijn vaak makelaars en zo die dat uitleggen. Dus ik leek me wel leuk om zeg maar de persoonlijke kant daarvan met jullie te delen. Dus hoe ik mijn huis verkoop klaar heb gemaakt. Ik heb gewoon een lijstje gemaakt met veel voorkomende tips, denk ik ook wel. Maar zeg maar wel hoe wij dat dan hebben gedaan. Misschien zitten er dingen bij dat je denkt, hé, dat heb ik nog nooit gehoord. Ja, het verkoop klaarmaken betekent natuurlijk dat je je huis als eerste klaarmaakt voor de foto's. En daar heb ik mij nu vooral even op gericht. Maar ja, dit geldt natuurlijk sowieso ook als je bezichtigingen of zo hebt. Maar dan mag je het iets, wat ik in ieder geval van de fotograaf begreep, is dan mag je het wel iets, weet je, er mogen er iets meer persoonlijke spulletjes er zitten. Maar die foto's moeten super neutraal zijn. Nou, wat wij zijn gaan doen, sowieso loop je, als je een makelaar hebt, zeg maar, loop je met een makelaar door je huis en die zegt dan van, oh, ik zou dat even doen of dat even doen. Nou, we hadden echt verwacht dat we heel veel moesten doen, dat viel heel erg mee. Want ja, weet je, als je hier zelf heel lang woont, dan heb je natuurlijk allemaal van, oh, ik zou dit nog wel eens anders willen doen of dat. Omdat wij hier al bijna 10 jaar wonen. Maar dat was gelukkig niet zo. Hij vond het er super goed uitzien, dus dat is heel fijn. Maar er zijn natuurlijk altijd een paar klusjes. Bijvoorbeeld, we hadden ergens een los plintje. Nou, dat moet je vastplakken, dat spreekt natuurlijk voor zich. Mijn trouwjurk lag boven op de kast. En zeg, ja, doe dat in de kast. Ja, dat is op zich een mooi concept, maar dan moet je eerst je kast opruimen, zeg maar. En het waren echt dat soort kleine dingetjes. Dus wat ik zou adviseren is, ga kijken eens met een frisse blik naar je eigen huis kijken. Denk van, nou, wat zijn klusjes die ik, zoals zo'n los plintje waarvan je denkt, nou, dat had ik eigenlijk eventjes al 600 jaar geleden moeten doen. Maar dat is dan nu wel even het moment om dat te doen. En het kost echt niet zo veel, vreselijk veel werk. Ik heb bijvoorbeeld, we hadden wat vlekjes op de muur, dat heb ik even schoongemaakt of aangestipt als het niet schoon te krijgen viel. Dat soort kleine dingetjes, maak gewoon even een lijstje, loop gewoon door je huis heen, kijk eventjes. Oké, weet ik veel, er hangt een gordijn los of er zit, weet ik veel, nou ja, je hebt altijd van die kleine dingetjes. Nou, bij ons ziet het dus heel erg mee, maar kijk eventjes met zo'n blik naar je huis. Of dingen waar je altijd aan irriteert, ik zou ze eventjes fixen. Nou, dus hebben wij bijvoorbeeld ook ons halletje eventjes afgemaakt. Dat hadden we eigenlijk sinds we de kamer van Eden hadden, hebben we daar een extra kamer gemaakt. We hadden dat halletje niet afgemaakt, omdat we niet helemaal wisten wat we ermee wilden. Dat hebben we nu gewoon netjes gemaakt. Ik zou niet heel veel geld erin gaan investeren, tenzij ik denk dat het echt heel veel meer oplevert. Maar gewoon even de basis, gewoon dat het even denkt, ja, nu is het af. Als je natuurlijk een bouwval hebt, dan hoeft dat niet, maar dat begrijp je. Dan kom je natuurlijk bij het opruimen. Je kan denken, ik ruim het eventjes op gewoon voor de foto's. Ik sleep voor de foto's alles van kant A naar kant B. He, dan dat is de snelle manier. He? Dus die zegt gewoon van, oké, als je de foto van die kant van de kamer maakt, schuif ik alles die kant op, alle zooi. Maak je foto van die kant, dan schuif ik het weer de andere kant op. Maar persoonlijk denk ik, je wil gaan verhuizen. Dus ga meteen eventjes met die blik door je spullen heen. Ga ik dit echt nog gebruiken? Bijvoorbeeld, we hadden zo'n soort stoeltje voor Elin, voor in bad. Helikopter, welkom. Een soort badzitje, zeg maar. Gewoon waar ze, omdat ze natuurlijk nogal eigenwijs is, doet ze nog wel eens haar eigen ding. En dit was gewoon een zitje waar ze gewoon in zat. En dat vond ze ook heerlijk. Heeft ze heel lang in gezeten, voor in bad en onder de douche. En inmiddels, is dat niet meer nodig. Dus ik denk, ja, dat kan ik
nu aan de kant schuiven. Ik kan het ook weggeven. Dus ik heb het aan mijn beste vriendje gegeven. De kinderwagen ga ik op Marktplaats zetten. Want die gaan wij niet meer gebruiken. Dus zeg maar, je kan de makkelijke weg doen. Je kan ook denken, ik pak het nu even aan. Ik ga even door die kasten heen. Heb ik dit nog nodig? Ga ik dit oprecht meeslepen met de verhuizing? Om er vervolgens nog 10 jaar niks meer mee te doen. Of ga ik nu gewoon aan de slag? En dat heb ik eigenlijk gedaan. Ja, wat gewoon al sowieso al heel prettig voelt, vind ik, opruimen. Sommige, zeg maar, meer sentimentele items zijn natuurlijk altijd lastig. Zelfs zo'n kinderwagen, denk ik, oh, maar daar heb je als babytje ingelegen. Ja, Karin, maar goed, dat gaat daar niet meer als babytje in liggen. Dus onthoud dat beeld. Je hebt er foto's van. Je kan er iemand anders maar mee maken. Dus opruimen, opruimen, opruimen. En dat is ook handig voor het moment suprême, zoals een bezichtiging of dus dat foto's komen maken. Dat je gewoon spullen die je nog wel gebruikt, bijvoorbeeld Elin's kasteel. Had zeg bijvoorbeeld een poppenhuis, is leuk, dat kan je laten staan. Maar niet ook nog natuurlijk zo'n hysterisch roze kasteel, dat snap ik. Maar omdat ik de kast opgeruimd, kon ik dat er ook in stoppen. De wasmand kon ik in de kast stoppen, deuren dicht, niemand die er last van heeft. Die haal ik er vervolgens natuurlijk weer uit als de foto's klaar zijn of de bezichtiging is geweest. Maar dat je dus niet... Daar heb je, als je al die kasten al propvol hebt zitten, heb je daar geen plek voor. Gewoon hele simpele dingen. Door op te ruimen creëer je ruimte waarmee je dus de zooi die je nog wel wil houden, gewoon even achter kastdeuren kan doen. Want hij zei ook, het maakt wat achter de kasten zit, maakt niet uit. Als het maar voor het oog goed is. En bij een bezichtiging zei ik, of ja, moet je bijvoorbeeld de koelkast dan schoonmaken? Hij zei, nou, ja, dat zou ik niet doen. Het mag, maar ik zou het niet doen. Maar ik zou niet je Franse kazen alvast ingeslaan de dag voor een bezichtiging. Als iemand dan die koelkast open doet, dat het meteen naar Franse kaas ruikt. Toch? Nou, helder. Dus ja, zorg dat je gewoon alvast lekker gaat opruimen. Dat scheelt je als je gaat verhuizen. Ook als het goed is, heel veel werk. Je moet dan niet natuurlijk alles in dozen gaan doen. Maar ruim alvast een beetje op. Dat geeft zeg maar al een opluchting voor de verhuizing. Maar ook makkelijk omdat je dan kastruimte hebt waar je spullen die je wel vaak gebruikt. Maar die dus gewoon ergens rondslingeren even weg kan bergen. Nou ja, datzelfde geldt natuurlijk voor schoonmaken. Maak even goed schoon. Hij zei bijvoorbeeld was de ramen. Zorg gewoon dat het er schoon uitziet. Je wil zelf ook niet naar een huis gaan kijken waarvan je denkt, weet je wel. En nou zei de fotograaf, zei ja, weet je, eigenlijk voor foto's zie je die, of die ramen schoon zijn of niet, dat zie je niet. Dus dat is dan meer voor bezichtigingen. Maar goed, we hadden het al gedaan, maar ja. En doe dat ook niet te ver van tevoren trouwens, want wij hadden het een week van tevoren gedaan. En ik vond ze eigenlijk toch al best wel weer vies. Dus ja, plan daar even een momentje voor in op het moment suprême. En ja, alles even goed schoonmaken, weet je, op plekken waarvan je denkt, ja... Als ik dan toch bezig ben, ik heb er echt eventjes, bijna een hele dag voor uitgetrokken. Even zonder de kids, even gewoon flink er doorheen, alles opruimen, schoonmaken, doen. Gaf mij heel veel rust. En ik moet ook zeggen, zo kunnen we het huis niet zo laten. Ik zei, nou, ik wil ook niet in een showroom wonen. Maar het maakt wel dat ik ook weer dingen her... want ik heb bijvoorbeeld zijn sportspullen ergens neergelegd. Die stonden voorheen achter het gordijn in de woonkamer. En hij zei ook... Dit is eigenlijk een helemaal prima plek. Waarom zetten we het hier niet altijd neer? Top. Dus je gaat ook echt even creatief weer naar je eigen ruimte kijken. En denk, ja, moet dit hier echt staan? Nou, nee. Nou, dan gaat het dus ook weg. Dus het geeft heel veel rust ook voor, zeg maar, de tijd dat je nog gaat wonen. Want wij wonen hier voorlopig nog wel even. En dan frutsels dus weg. Kijk, een decoratief plantje, hartstikke leuk. Een neutraal vaasje, helemaal prima. Maar... ja, ik zou je eigen smaak een beetje... Hou het neutraal. Dus je eigen smaak een beetje... Nou hebben wij een hele neutrale smaak. Dat helpt. Maar niet iedereen houdt van... weet ik veel... Kijk, als je een roze muur hebt, zou ik hem lekker roze laten. Maar als je dan ook nog, weet ik veel, 16 roze kussens hebt... En misschien appeltjes groen erbij. Nou ja, misschien 2 kussens in plaats van 10, zeg maar. Dus probeer een beetje te kijken hoe maak ik het zo neutraal mogelijk... Zodat iedereen zich erin kan zien wonen. Nou. Wij hadden bijvoorbeeld op de eettafel, ja, dat is tegenwoordig natuurlijk ook mijn kantoor en ook wel het kantoor van Sven. Dus daar ligt gewoon allemaal zooi. Ja, dat hebben we gewoon in een laag gestopt, want dat is niet, wil je op zich niet, nou, is niet dat je denkt, oh ja, leuk, mijn eettafel is ook mijn kantoor. Nee, dat is niet wat je wil uitstralen. Dus denk daar goed over na en maak het eigenlijk gewoon onpersoonlijk, want hier zou in principe nu iedereen kunnen wonen. Ja, je moet hem wel van ons stel houden, maar...
onze stijl is dan wel super neutraal gemaakt. In principe kan je zeggen, van als je wel van kleur houdt, zet je je gekleurde vaasjes neer, leg je een kleed neer en dan ben je klaar, bij wijze van. Dus maak het onpersoonlijk, maak het neutraal. Wij bijvoorbeeld ook, ik heb op allebei de kinderkamers een foto van hun, of een, hun echofoto staan, een geboortekaartje, heb ik ook allemaal even weggehaald. Kinderkamers zijn trouwens wel, wat ik van de makelaar begreep, iets minder belangrijk om daar alle frutsels weg te halen. Want het mag gewoon een kinderkamer zijn. Dat wil niet zeggen dat je je nek moet breken over de Lego, maar wel dat er best Lego mag staan. En dan ook natuurlijk niet 6 kilo, maar gewoon, je mag best zien dat daar een vrolijk kind woont, zeg maar. Dus dat is anders dan bij de andere kamers. En wat de makelaar ook zei, is geven ruimte zijn bestemming. Dus wij hadden bijvoorbeeld een hoekje waar wij een stoel hadden staan. Hij zegt, maak daar een leeshoek van. Dan denk je, oh, hier kan ik lekker gaan lezen in het zonnetje. En ik moet zeggen, sinds wij er een bestemming van hebben gemaakt, zit Sven daar ook heel vaak een boek te lezen. Dus geef ruimtes en plekken in ruimtes waar je zelf misschien niet zoveel mee doet, een bestemming. Zodat mensen zich daar ook denken van, oh, dit is handig. Of als je bijvoorbeeld een rommelhok hebt, maak daar een werkkamertje van. Ik had ook voor dat leeshoekje had ik mezelf een budget gesteld van €25. Om er een leeshoekje van te maken. Dus ik had in de sale een heel leuk tafeltje gekocht bij Weekamp. Ik had in de sale bij de H&M hele leuke vaasjes en een kaarsje gekocht. En ik was voor minder dan €25 is het een leeshoekje geworden. Ik bedoel, hoe moeilijk is het? Dus probeer creatief. Wat ik zeg, ga niet heel veel investeren in je huis. Maar nou ja, probeer wel het beste uit wat je hebt te halen. Misschien heb je nog ergens een tafel en denk je, oh, dit zou wel een leuk leeshoekje kunnen worden. Of weet ik veel, sowieso met accessoires. Hij zei bijvoorbeeld, de badkamer moet helemaal leeg zijn. Dat moet echt, nou ja, je mag alleen een zeepje of zo hebben staan. Maar dan heb ik wel een bakje waarin ik dan een paar producten bij elkaar heb gezet. Allemaal in één kleur, gewoon heel neutraal. Dat je wel een beetje dat wellnessgevoel krijgt zonder dat je denkt van, nou, dan hangen Rita's vieze handdoeken, zeg maar. Dus, nou, zo heb ik het geprobeerd een beetje te doen. En de fotograaf zei echt, dit is een schoolvoorbeeld van hoe je je huis klaarmaakt voor foto's. Dus ik dacht, yes, dat heeft work hard work paid off. En ze zei ook van, joh, voor de bezichtigingen kan het echt, mag je het echt minder, hoef je het echt minder goed te doen. Maar dit geeft wel gewoon een super goed beeld. Dus ja, ik hoop dat jullie wat hebben aan deze tips. Mocht je dus meer tips willen over opruimen als zich, daar heb ik allemaal video's ook over gemaakt. Bijvoorbeeld met het speelgoed, hoe ik meestal met mijn kast opruimen. Nou, ik ben tussendoor, ik heb net ook weer de badkamerkast helemaal opgeruimd. En dingen waarvan ik dacht, nou, daar heb ik echt al een jaar niet naar omgekeken, kunnen er allemaal weer uit. En blijf je bezig. En dan hebben we nog heel veel zooi. Maar ik probeer mezelf daar wel in bezig te houden met, nou, oké, ik ging even goed kijken, gebruik je dit echt? En ik moet zeggen, misschien even een laatste disclaimer, het is in de lockdown natuurlijk ook wat lastiger om, er zijn ook dingen die je al een jaar niet gebruikt, maar die je misschien wel weer gaat gebruiken als je wel naar kantoor zou gaan of wel naar de kroeg. Dus weet je, ga niet meteen je hele hebben en houden de prullenbak in doen. Of weggeven of verkopen. Maar ja, denk wel even na. Ik bedoel, ja, ik denk echt wel weer dat ik een keer mijn kobertjes aan ga doen naar kantoor. Ik denk alleen dat het nog heel lang duurt. Dus die ga ik niet allemaal wegdoen. Maar ja, wel even met een kritische blik kijken. Heb ik er dan echt 20 nodig of kan ik er ook met 3 af, zeg maar. Nou, challenge jezelf een beetje. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, dat jullie wat hebben gehad aan deze tips. Mocht je je huis gaan verkopen, heel veel succes. Ik hoop dat je dan geniet in je nieuwe huis. Daar ga ik jullie trouwens nog allemaal veel meer over meenemen. Dus als je dat leuk vindt, vergeet je dan vooral niet even te abonneren en deze video te liken. Heb je zelf nog tips? Zet ze ook vooral even hieronder, want dan helpen we elkaar. Dankjewel voor het kijken. Doeg!